De distributie van COVID-19 steunpakketten is door minister André Misikaba van Sociale Zaken tijdelijk stopgezet. Er is gisteren een aanvang gemaakt met de distributie. De reden hiertoe is dat er op sommige distributielocaties een chaotische situatie ontstond. De minister betreurt hetgeen zich heeft voorgedaan en heeft besloten de distributie stop te zetten voor maximaal 3 dagen. De komende dagen zal de distributie geëvalueerd worden met de leverancier die de pakketten laat aanleverde op de verschillende locaties. Op sommige locaties zijn de pakketten pas om 5:30 in de middag aangeleverd, waardoor de mensen ongeduldig werden en de situatie uit de hand dreigde te lopen. Uit frustratie hielden de aanwezigen zich ook niet meer aan de veiligheidsmaatregelen die gesteld zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid.